Welkom, vandaag gaan we het hebben over toonhoogte en frequentie. En dat zijn twee begrippen die te maken hebben met geluid. Kijk, dit is een persoon die heeft een hele grote megafoon voor zich, die is aan het schreeuwen. En daardoor komen er geluidsgolven. En die golven zelf, die bestaan niet uit materie of dingen die er eerst niet waren. Maar die zorgen eigenlijk dat het medium wat hij zit, de lucht, dat die gaat trillen. En als we dat even goed willen zien, dan moeten we iets inzoomen. We zoomen even in op deze golven. En dan ziet dat er zo uit. Lucht, die bestaan dus uit moleculen, uit kleine, hele kleine deeltjes. Die komen door die microfoon in beweging. En wat er gebeurt is dat ze op sommige plekken heel dicht bij elkaar gaan zitten. Op andere plekken wat verder uit elkaar, dicht bij elkaar, verder uit elkaar. En dat is een golf die zo door de lucht heen gaat. Die begint bij de microfoon en die eindigt bij je oor. Met dit plaatje kunnen we niet zoveel. Maar we kunnen dit omzetten in een lijn en dan ziet die lijn er zo uit. Kijk, hier zijn veel deeltjes bij elkaar, dus die golf gaat omhoog. Hier zijn weinig deeltjes bij elkaar, dus die golf gaat naar beneden. Gaat hier weer omhoog, want veel deeltjes. En dat gaat zo door. Dus als er steeds weinig deeltjes zijn, dan is die golf laag. En als er veel deeltjes of veel moleculen zijn, dan is die golf hoog. En dan ziet die lijn ziet er zo uit. En met deze lijn kunnen we in de natuurkunde rekenen. Even weer terug naar het voorbeeld van de speaker. Kijk, hier hebben we een speaker. Hier hebben we een oor. En kijk, hier zien we steeds die moleculen. Die worden door deze speaker worden die daar gebracht. Maar die zaten natuurlijk al in de lucht. Veel moleculen, hoog. Weinig moleculen, laag. En dit gaat zo door de lucht heen. Komt bij je oren terecht. En dan hoor je het geluid. En deze lijn die laat dus dat zien. En hiermee kunnen we werken. Nou, met deze lijn alleen kunnen we niet zoveel. We moeten hem eerst zien te krijgen. En om zo'n lijn te krijgen gebruiken we een oscilloscoop. En een oscilloscoop, dat is dit apparaat wat je hier ziet, dat is een elektrisch apparaat, wat heel veel knopjes heeft, maar belangrijkst, het heeft dit displaytje. En wat deze doet, deze vangt geluid op en zet dat om in zo'n lijntje. En met dat lijntje kun je werken. Kijk, een oscilloscoop is een apparaat dat geluid omzet in zichtbare golven. En dat bedoel ik met dit golfje mee. Dus als je aan het praten bent, dan zou hier allemaal golfjes op komen. En die golfjes die kun je dan in een grafiek zetten. Dat ziet er dan zo uit. En wat belangrijk is dat er een tijdseenheid staat. Kijk, hier staat de tijd in seconden. Dus we hebben hier 0,0 seconden, 0,1, 0,2. Nou, dat gaat zo door tot de 1 seconde. Als we dit hebben, dan is het voor ons als eerste belangrijk om erachter te komen waar nou één golfje zit. Want dit is gewoon één lijstje dat zo doorgaat en doorgaat en doorgaat. Maar wat is nou precies één golfje? Nou, dat heb ik hier aangewezen. Dit is één golfje. Hier begint hij, gaat hij naar boven, naar beneden en daar eindigt hij weer. Je zou kunnen zeggen dat dit dus één golfje is. Maar je hoeft niet per se daar te beginnen. Je kan ook zeggen van ik begin hier en ik ga naar beneden, naar boven, naar beneden tot precies hetzelfde punt. Krijg je hetzelfde punt. En je kan ook zeggen van vandaar naar daar is een golfje. Dus dan mag je zelf beslissen als je maar ervoor zorgt dat het beginpunt en het eindpunt hetzelfde zijn. En dat het tussenin geen enkele hetzelfde is geweest. Dus je mag niet van daar naar daar. Want dan heb je deze overgeslagen. Dus je moet van die naar die. Dat is één golfje. En hier heb je er ook één. Die gaat van daar naar daar. En die afstand van daar naar daar, dat heet de triltijd. En dat wordt weergegeven met een hoofdletter T. En die hoofdletter T die staat voor de tijd die nodig is voor één trilling. En in dit voorbeeld, dus van daar naar daar, is het best lastig te lezen. Want deze die zit tussen de 0,3 en de 0,4. Deze zit tussen de 0,5 en 0,6. Dus het is best wel moeilijk om dat goed af te lezen. Dus wat je moet doen als je de triltijd wil weten, het makkelijkste is om twee kruispunten te pakken die goed af te lezen zijn. Dus deze is goed af te lezen, want die zit bij 0,0. Deze is ook goed af te lezen, want die zit bij de 0,2. Dus dan kun je zeggen de triltijd is van 0,0 tot 0,2. Dus 0,2 min 0,0 is 0,2 seconden. En dat is voor deze golf overal zo. Want kijk, als ik nou deze pak, deze hier, is 0,5. En hij is hier afgelopen, dat is 0,7. Dus hij is van 0,5 tot 0,7. Nou, 0,7 min 0,5 is 0,2 seconden. Dus die triltijd is ook hier 0,2 seconden. Die is dus overal 0,2 seconden. Nou, als je de triltijd hebt, dus daar heb ik even omgezet, 0,2 seconden, dan kun je de frequentie uitrekenen. De frequentie, oftewel de kleine letter F, is het aantal trillingen dat in 1 seconde past. Nou, met deze is dat nog best wel goed te zien. Want we willen weten hoe vaak dus 0,2 in 1 seconde past. Dan noemen we dus 1 seconde
gedeeld door 0,2. En dat komt uit 5. En daarachter staat hertz. En hertz is de eenheid waarmee frequentie gemeten wordt. En om dit even goed samen te vatten in de formule, is dit de formule. 1 gedeeld door t is f. Waarvan die t staat voor de trillingstijd in seconden, s. F staat voor de frequentie in hertz. En dat wordt afgekort in h, hoofdletter h, kleine letter z. En de 1 is gewoon een 1, dat is een getal. En hiermee kun je de frequentie dus berekenen. Nou zou je in sommige gevallen niet de frequentie moeten berekenen, maar de triltijd moeten berekenen, de trillingstijd, sorry. En dan moet je deze formule gebruiken. Die trillingstijd en die frequentie kun je dan van elkaar omwisselen. Dus dan is het 1 gedeeld door de frequentie, is de trillingstijd. Nou, op die manier kun je dus frequentie en trillingstijd berekenen. Nou, als we dat even in een voorbeeldje doen, wat we hier hebben is, we hebben een ander lijntje. We zien de schaal, dat is altijd het eerste waar je naar kijkt, tijd in seconden, gaat van 0 tot met 1, dus ieder stapje is 0,1. En als we dan gaan kijken, hier begint hij en hij gaat door tot daar, maar dit is moeilijk aflezen. Dus wat we gaan doen, we gaan nog eventjes verder door, komen we hier, is ook niet makkelijk aflezen, maar als we dan doorgaan, dan komen we uiteindelijk hier terecht en dit is goed af te lezen. We hebben nu 3, onthouden, 3 keer. Hebben we golflengte gehad en we zijn geëindigd bij 0,2 seconden. Dus in 0,2 seconden zitten 3 golfjes. Van daar naar daar. Oftewel 3 trillingen in 0,2 seconden. Maar we willen bij de triltijd weten wat 1 trilling is. Dus t is 0,2 gedeeld door 3. En dan komt de afgrond uit 0,067 seconden. Dus afgrond, normaal gesproken uit 0,06 en dan heel veel 6 erachteraan, maar ik heb het even afgerond. Nou, nu we de triltijd hebben, kunnen we ook de frequentie van deze golf berekenen. Nou, de t is 0,067. Frequentie, die gaan we berekenen, die weten ze niet. Formule die we gaan gebruiken, 1 gedeeld door t is f, oftewel de frequentie. Nou, de t hebben we, dus 1 gedeeld door 0,067. Dan komt uit 15 hertz. Niet vergeten de eenheid erachter te zetten, want de frequentie is in hertz. Dus op deze manier kunnen we vanaf van de triltijd de frequentie berekenen. Als we die twee even naast elkaar leggen, die eerste en die tweede, dan hebben we gezien dat die eerste golf hier, die gaat 0,2 seconden heeft nodig om 1 trilling te doen. En dat betekent dat die frequentie heeft van 5. Dit is een lagere toon dan deze. Want kijk, deze die gaat sneller. Hij heeft namelijk veel minder tijd nodig om 1 trilling te doen. Daardoor is zijn frequentie hoger en is het ook een hogere toon. De regel is namelijk hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toon. Nou zijn deze twee tonen allebei redelijk laag, want wij kunnen horen van volgens mij ongeveer 50 hertz tot en met 20.000 hertz. Dus het zijn hele lage tonen. Maar je moet dus het verschil weten tussen wat een lage toon is en wat een hoge toon is. En dat heeft met die hertz te maken. Niet met die triltijd, want wat je kan zien is dat die triltijd hier groter is. Maar omdat je 1 gedeeld door de triltijd doet, wordt dit getal kleiner dan dit getal. Dus let daar goed op. Hier nog een paar voorbeeldjes. Verschillende golven. We zien deze rode golf en hij gaat uiteindelijk naar paars toe. Maar wat je nu weet is welke van deze golven een hogere toon heeft. En dat is als het goed is deze. Want hier is de frequentie hoger, want hij trilt vaker in 1 seconde. Ja, er staat hier geen tijdseenheid bij, maar je weet dat deze vaker trilt dan die, of die, of die, of die. Dus deze is het hoogst en deze is het laagst. Nou, dat was het belangrijkste voor deze les. Zoals jullie weten, in de beschrijving staat een test. Maak die test en als je alles goed hebt, dan weet je dat je goed hebt opgelet en dat je de stof goed beheerst. Succes!